It's been a topsy-turvy season for Leeds United, who are playing tonight their 100th European tie. Considered championship contenders at the outset, their form has fluctuated from week to week. And in front of this boisterous Elland Road crowd, they'll have to be at their best, surely, against one of Holland's finest. The Ghanaian Tony Yeboah, of course, is the trump card. His phenomenal striking has been so inspirational. There's much relief too at Elland Road that Leeds captain Gary McAllister is fit to return to orchestrate midfield manoeuvres. It's the same side that won in Monaco in the last round, which means there's again a place for Noel Whelan, who's hardly featured in the league games this season. PSV Eindhoven are having to cope tonight without their main goal scorer. Ronaldo is out injured, so Eichelkamp plays up front alongside the Belgian international Luc Nillis. Cocu deputises for Hoekstra, who's also unfit, but Wink has recovered to operate in midfield, where Eindhoven have also the talented Wim Jong back in Holland after his spell with the... ...dat ze via een Engelse ploeg verder kwamen, want in 84 was Nottingham Forest te sterk en een jaar later gingen de Eindhovenaren ten onder tegen Manchester United. Toen ze 0-0 thuis speelden en 1-0 uit verloren. Vanavond dus Leeds en er zijn, dat is opvallend, niet al te veel toeschouwers. Zo'n 25.000. Terwijl er afgelopen zaterdag in die wedstrijd tegen Arsenal, die u op RTL heeft kunnen zien, zo'n 40.000 waren. Nou, meteen gevaar. Vrije trap aan de linkerkant. McAllister erbij. Een advocaat zei gisteren dat hij liever heeft op McAllister speelt, want dan gaan ze wat meer in de... voeten spelen. En dat ligt PSV veel beter dan dat hoge Engelse kopspelletje. Vrije trap genomen. Nou, Chris van der Weerde mocht meteen in actie komen. Eerste hoekschop voor Leeds. En weer McAllister. Marciano Vink in de buurt. Belangrijk dat je die eerste 15 à 20 minuten goed doorkomt voor PSV. PSV dus met een nogal verdedigende tactiek begonnen. Vier man op rij achterin. Vlak daarvoor Marciano Vink en Edward Linskens. En daar weer voor Cocu en Jong. En dan als spitsen Eichelkamp en Nillis. Die zullen we nog wel gaan zien. Nillis. Dat is een goede speler, die Kelly, die rechtsback, die hield in de eerste helft heel aardig Glenn Helder tegen. Afgelopen zaterdag tegen Arsenal. In de tweede helft werd Leeds toen helemaal omver gelopen. Vooral door het goede aanvalsspel, want dan is het achterin redelijk zwak bij Leeds United. Daar de hele grote vlag van de sponsor van PSV met de meegereisde PSV supporters, een paar honderd in getal. Vink. Nou, dat is een lekker begin. Heeft natuurlijk weinig ervaring dit seizoen opgedaan vanwege blessures. En mag het vandaag proberen van Dick Advocaat. Goeie bal van Numan op Eichelkamp. Voorin loopt Nielis. In die richting gaat de bal ook op. En dat is de eerste hoekschop voor PSV. Weggegeven door David Wetherall. Faber mee naar voren. Raakte gisteren tijdens de laatste training ook licht geblesseerd aan de enkel, maar is weer 100%. Ernest Faber. Nielis met de hoekschop. Uit de tweede lijn, Willem Jong. Gestopt door Yeboah. Ja, de verlies Numan komt u welletje van Noel Whelan.
zonder gevolgen trouwens. Philip Cocu. Daar is Wielen weer. In vergelijking met afgelopen zaterdag zijn er twee veranderingen bij Leeds. Wielen is er nu wel bij. En natuurlijk McAllister, die vorige week woensdag tegen Schotland geblesseerd raakte. Net zo'n probleem als met Ronaldo in een vriendschappelijke partij. Geblesseerd raken en daar was Wilkinson helemaal niet blij mee. Dit is buitenspel van Eikelkamp. Voor het randje trouwens. Dat Weatherall nogal laat stapte. Wilkinson was furieus daarover dat McAllister toch speelde. Dat hij al een klein beetje geblesseerd was. Hij zou maar een halve wedstrijd spelen voor Schotland tegen Zweden. En dat werden zo'n 69 minuten. Dit is Dean trouwens. Lange spits. Die de bal niet voorkrijgt. En in die tweede helft raakte McAllister dus geblesseerd. Speelde afgelopen zaterdag niet mee tegen Arsenal. En is er nu dus weer bij. Ronaldo. Daar ziet het er iets minder uit. Die zal nog een week ongeveer geblesseerd zijn. Zit wel hier op de tribune. Net als Jan Wouters. Oeh. Ja, dat is een keiharde charge van Marciano Vink. Op McAllister. En meteen lopen de reserves warm. Cousins, Wallace, Beasley en Tinkler. Even kijken. Ja, pittig, mag je wel zeggen. Applaus voor Gary McAllister. De 30-jarige Schotse international. Vrije trap is genomen. Doelpunt. Het is 1-0. Doelpunt te maken Gary Speed. Zesde minuut. 1-0. Gary Speed. Leeds United leidt. Daar die vrije trap van McAllister. Dus is hij belangrijk. Goed gekopt, waterreus kansloos. En Leeds leidt met 1-0. Na 6 minuten spelen. Dat is tegenslag. Ja, dat wordt herpakken voor PSV, om maar eens een heel lelijk woord te gebruiken. En even slikken. Dat is duidelijk. Dat zag je ook aan Faber. En dan mag het wel allemaal hoog voor die pot gooien zijn wat Leeds regelmatig doet. Maar het had dus nu duidelijk effect. Speed. Weer die bal hoog voor. Nu man ertussen. Niels. Met Carlton Palmer goed opgelost. Kelly, de Ier. McAllister. Nou, nu op snelheid. Van de Weerde. Van de Weerde. Eikelkamp legt hem terug op Van der Weerde. Het schot van Van der Weerde. Eerste werk voor Domen Lukic. Het zag er redelijk uit de aanval. Mede door René Eikelkamp. Kelly gaat buitenom. Palmer houdt in voor de voorzet richting Dean. Dean kopt. En ze winnen wel erg makkelijk de kopduels voorin. Bij Leeds United. Newman. Niels.
Valks. In de Engelse pers het drankorgel van PSV genoemd. Lijkt me iets wat overdreven. Doorkoppen? Nee. Jong probeert het. Charge op Yeboah van Valks. Wordt niet bestraft. Door de scheidsrechter, die heb ik nog niet genoemd. Lopez Nieto zonder bontjas. Lukic komt uit zijn doel. En dat was nodig. Aangepakt door Ernest Faber. Faber die dus veel in de buurt van Dien loopt. En Valks die veel bij Yeboah staat. Numan. Oeh, slecht gekocht. Wel Whelan. Daar Howard Wilkinson, links. Heeft vandaag een baan aangeboden gekregen. Echt een topfunctie. Bij de Engelse voetbalbond als soort technisch directeur boven Terry Venables. Maar heeft hij geweigerd omdat hij zo graag op het veld nog altijd staat. En bij zijn ploeg Leeds. En daar is Niels weg. Hij komt niet tot de schot. En dan het doelpunt. Jawel! René Eikelkamp. Het is 1-1. En wat een heel belangrijk doelpunt. Van die lange man die gehaald is. In de 11e minuut. 5 minuten na het doelpunt van Leeds. Is het René Eikelkamp. Gekomen van Club Brugge, 1,95 meter, 31 jaar, die Ronaldo toch doet vergeten. Goeie actie van Niels. Komt niet tot de schot. Bal wordt geraakt door een verdediger en dan is het heel slim René Eikelkamp. Hij mag dan wat hout terug overkomen, maar dit is heel goed gedaan. De Eik scoort. Het is 1-1. Overtreding Numan op Whelan. Tony Dorigo helemaal overgekomen richting Yeboah. Yeboah legt de bal terug. Doet hij goed. Naar zijn Waterreus. Overtreding geconstateerd op Ronald Waterreus. Vrije trap, PSV, gevaar voorbij. Tjonge, dat is belangrijk, dat doelpunt van Eikelkamp. Het is toch een klap die je krijgt als je na 6 minuten met 1-0 achterkomt. En zeker ook met die uitdoelpuntenregel. Met Valks natuurlijk. En Numan, maar hij komt er langs en dan de overtreding. Nou, ik moet zeggen dat Lopez Nieto zeer coulant is dat hij geen kaarten trekt. Yeboah gaat er hier langs via die mooie beweging. Ja, Valks speelt toch absoluut geen bal. Geen voetbal in ieder geval. Wel de vrije trap voor McAllister. Weggekopt Jong. Kelly. Eikelkamp. Speed. Weer hoog voor de pot richting Dien. En weer Eikelkamp. Schot en Yeboah staat vrij. En hij scoort niet. Hoe krijgt hij hem langs? Zelfs aan die kant. Kijk maar eens in de herhaling. Dat is knap. Dat lijkt me echt moeilijker om die bal er van die kant af naast te krijgen. Zeker aan de andere kant van het doel. Daar het schot. En hier Yeboah. En die bal gaat er aan deze kant naast. Met effect. Ja, afgelopen zaterdag speelde Yeboah wel mee. Maar
Dat was de meeste mensen niet opgevallen. En deze kans had hij toch niet mogen laten liggen. Nou, overtreding op Eikelkamp. Dat mag duidelijk zijn. Van Pemberton. Faber. Eikelkamp. Ah. De bedoeling was niet slecht. Daar zit Dirk Nicolaas advocaat. Van der Weerde gaat gooien. Kwartiertje gespeeld. Leeds PSV. In ieder geval heel leuk om naar te kijken. 1-1 de stand. En Numan komt mee naar voren. Eikelkamp. Met een goede beweging blijft in balbezit. Wim Jonk. Opening aan de rechterkant op Van der Weerde. Marciano Vink. Ziet er ook goed uit. Ah, net niet op Ben Nielis. Dat was jammer. Probeerde Cocu goed. Maar ze zitten er bovenop. Het is een echte prettige voetbalwedstrijd om naar te kijken. Dat eerste kwartier. Nielis. Numan. PSV-fans zijn rechts in het hoekje weer met hun eigen wave bezig. Want PSV begint een beetje greep op de wedstrijd te krijgen. Cocu legt hem voor links. Schiet met links in de handen van Lukic. Terwijl Brian Dean voor aan geblesseerd ligt. Ik keek even, want die bal wordt ook terecht uitgespeeld. Hij ligt er zo vreemd bij. Hier nog een keer die actie van Cocu. Is het Carlton Palmer die daar ligt? Het is Carlton Palmer. Die weer staat. Ja, Carlton Palmer. Even met McAllister. Daar gebeurde dat. Botsentje met Wim Jong. De man die ooit furoren maakte bij Sheffield Wednesday is weer op de been. De bal is keurig sportief teruggegooid. U ziet daar die lege plaatsen allemaal. Het is opvallend leeg hier. Stan Valks. Buitenspel van Yeboah wordt ook voor gevraagd. We hebben trouwens een jarige in ons midden. Marciano Vink. Vandaag jarig. 24 jaar. En leuk dus dat hij zijn eerste start maakt onder Dick Advocaat dit seizoen. Hij was redelijk teleurgesteld afgelopen zaterdag toen hij er niet in kwam. In de wedstrijd tegen RKC die met 4-0 werd gewonnen. Twee keer Eikelkamp. Die hier weer aan de bal is op Cocu. Vooraan ziet het er goed uit. Als het nou achterin ook goed dichtgehouden wordt, dan kon het voor PSV wel eens heel prettig gaan worden. Dat was iets te moeilijk voor Philip Cocu. De bal van Luc Nielis. Whelan. Op Yeboah. Met Valks. Als een schaduw. Faber. Niet goed weggekopt. En dan de overtreding van Speed. Zijn trap wel snel genomen, maar moet opnieuw genomen worden. Maar achterin. Je ziet het niet echt goed. Veel te veel kansen.
worden er weggegeven, vooral in de lucht. Kijk, die bal was niet goed gekopt door Faber en de tweede keer mist hij hem helemaal. En dan hebben ze mazzel dat Lopez Nieto fluit. Linske is ook een beetje hinkepinkend. Nog altijd terugdenkend aan het gedicht uit het spel van Yeboah. En volgens mij is hij het er niet helemaal mee eens. Dat is de grensrechter die vlakte. Yeboah. Speler van de maand in Engeland. En daar het schot van Dien. Ronald Waterreus. Van dat soort ballen zeer veel krijgen, want die stopt hij wel. Cocu. Newman, Cocu gaat de diepte in. Pemberton verdedigt. Dat is een hoekschop. Yeboah. Krijgt de bal niet onder controle, Jonk. Van de Weerde. Weatherall. McAllister. Palmer. En PSV speelt op één lijn achterin. Dus het gevaar voor buitenspel dreigt vaak. Hier Linskens. In die stofzuigende rol net achter het middenveld. Palmer houdt hem niet binnen. Faber. Cocu, nu snel spelen richting Niels. De Jonk en daar is Marciano Vink. Zou hij het gaan doen op zijn verjaardag? Nee, over. Dichtbij hoor. Marciano Vink. Ex-Ajax, ex-Genua. En nu dus bij PSV. De bal gaat een beetje, hobbelt hij weg van zijn voet, waardoor hij hem niet lekker raakt. Daar zit Gary Speed. 35 wedstrijden speelde hij al voor het nationale team van Wales. Vaak met Dean Saunders. Ryan Giggs. Ian Rush. Eikelkamp, hij speelt goed. Niels, ook heel actief. Was een beetje grieperig de afgelopen dagen, maar dat weerhoudt hem er absoluut niet van om goed te voetballen, alhoewel de paasje voor Cocu iets aan de korte kant was. Nu man. Achterin
daar is het onzeker. Yeboah. Yeboah mag ver komen, schiet. Voorlangs. Maakte enkele geweldige doelpunten. U heeft die al regelmatig. Werd hij al vijf kunnen zien bij de ballen. Scoorde dus ook drie keer tegen Monaco uit. In de eerste ronde van de UEFA Cup. Dat was maar goed ook, want thuis verloor Leeds met 1-0. Dan was het dus die keeper Lukic die de ploeg op de been hield. Fink. Niels. Cocu kan. Gebeurt ook. Cocu trekt naar binnen. Heeft ruimte. Jonk. Nou. Snelheid aan de andere kant bij Gary Speed. Ja, en dan heb je snelheid. Fink goed onderschept. Numan. Leeds gaat wisselen. Erin komt Andy Cousins. En Gary Speed gaat eruit. En dat is niet zo mooi voor Leeds natuurlijk. Speed ligt geblesseerd. En Andy Cousins komt erin. Speelde afgelopen zaterdag tegen Arsenal. Zo 25 minuten gespeeld, 1-1 bij Leeds, PSV, doelpuntenmaker Speed, die er dus uit is gegaan. En René Eikelkamp. En vooralsnog ziet het er goed uit. Eikelkamp wint het kopduel. Bijna was Cocu dichtbij. Marciano Vink kopt. Naast. Voor iemand die zo weinig spelritme dit seizoen heeft. Dat geldt trouwens ook voor Eikelkamp. Maar zeker voor Marciano Vink. Gaat het helemaal niet slecht het eerste half uur. Goeie kopbal van Faber. Dorigo. Dean, die moet dan doorkoppen. Lukt niet. Overtreding van Faber. Vrije trap McAllister. Niels herovert goed de bal. Eikelkamp. Maar ja, er staat nu weinig voor. Als Niels en Eikelkamp met elkaar gaan kaatsen. Kelly. Goeie bal van Kelly. Niet onder controle gekregen door Whelan. Kelly weer. McAllister. Dean. McAllister. En lucht voor PSV. Leeds heeft in de historie van hun Europa Cups één keer tegen een Nederlandse club gespeeld. Seizoen 66-67 tegen DWS.
Toen wonnen ze 3-1, 5-1. Onder andere een hat-trick van de Zuid-Afrikaan Albert Johannessen. Dat is de enige keer dat ze tegen een Nederlandse ploeg hebben gespeeld. Dit is de tweede keer. Cocu. Inskens. Newman. McAllister. Yeboah. Hij is heel moeilijk van de bal af te zetten, maar het lukt wel. Overtreding, Eikelkamp. Terwijl Dick Advocaat langs de lijn ruzie heeft met de UEFA-waarnemer. De vierde official, meneer Prados Garcia. Gaat het spel verder, Waterreus. McAllister raakt de bal niet goed. Vink werkt half weg. McAllister brengt terug. Eikelkamp wint van Palmer. Het was Jong natuurlijk. Sorry, Volendam. Niels. En zo blijft het aardig heen en weer gaan. Ook omdat men gewoon graag wil aanvallen. Dat geldt zowel voor Leeds, maar zeker ook voor PSV. Iedereen was bang dat PSV het vooral op de verdediging zou gaan gooien. Nou, niets is minder waar. Ze proberen absoluut veel te scoren. De bal bereikt de achterlijn niet eens. Dat is een inworp voor PSV. Newman. Cocu. Goede techniek. Inskens. Marciano Vink. Ja. Buitenom komt Van der Weerde op. Vink ziet het nog niet. Nu misschien. Ja. Dat is te hard. Kelly zet het op een lopen. De bal is niet buiten geweest. Yeboah. Over een forse overtreding gesproken. En dan wordt er meteen geel getrokken. Voor Cousins. En die Cousins die een overtreding maakt en daarvoor de gele kaart krijgt. Hier komt hij in. Het is inderdaad boven op de enkels. Gelukkig zonder verdere lichamelijke gevolgen. Chris van der Weerde. Vink. Goeie beweging langs de Rigo. Eikelkamp niet. Wilde trap naar voren. Van Dien. Fox. Wat een reus. Lijkt een beetje op die uittrap van Lukic.
afgelopen zaterdag tegen Arsenal. Dat levert een doelpunt op voor Arsenal. Nu niet. Goeie bal van Numan op Cocu. Is hij te hard? Ja, nee, want hij wordt nog binnengehouden. Oeh, het is dat die verdediger hem raakt. John Pemberton, anders had Eikenkamp gewoon zijn tweede doelpunt gescoord. Want dat deed hij heel goed. Dat kunnen we in de herhaling waarschijnlijk mooi zien. Dit is die prachtige paas van Numan op Cocu. Die de bal goed binnenhoudt, hem terugtrekt. En daar komt Eikenkamp. Die tikt hem weer binnen. Maar Pemberton haalt hem eruit en voorkomt de achterstand voor Leeds. Hoekschop genomen. Jonk. Jonk legt hem voor zijn rechterbeen. Bal aangeraakt, doelpunt. Marciano Vink. 1-2. PSV leidt. En notabene Marciano Vink. 24 jaar is hij geworden. Scoort in de 35e minuut. En daar het vak van PSV. Iedereen juicht. Het schot van Wim Jonk op de hakken van Marciano Vink. PSV leidt. Hier gebeurt dat. Nou, ik zal maar zeggen dat zonder geluk echt helemaal niemand ergens komt. Wim Jong schiet. Vink probeert te ontwijken, lukt niet. En scoort. Nou was het van Leeds kant toch al niet zo lawaaiig. Numan denkt, laat ik eens de bal terugspelen. Die mag hem niet in zijn handen pakken, Waterreus. Maar nu was het even doodstil. Yeboah. Yeboah. Prachtig gedaan, maar ook geraakt door Waterreus. En die voorkomt de gelijkmaker. Met die actie. Is het leuk of is het leuk? Deze wedstrijd tot nu toe. Mooie redding van Waterreus. Vink komt goed. Jong houdt hem binnen. Techniek heeft hij wel. En hij staat goed te voetballen de afgelopen weken. Dorigo. Oh, moeilijke bal van Waterreus. Kom al daar. Over. Dien. Nou, nou, nou. Zo'n fladderende bal, dat schot van Dorigo. Waar Waterreus en de cameraman heel veel moeite mee hebben. En dan Dien, die hem overtikt. Dat is trouwens wel goed gezien van die Whelan. Wim Jong van de Weerde. Daar ligt de ruimte. Vink zoekt de buitenkant op. Dat doet ook Cocu, die aan de rechterkant is. Niels. Niels, neergelegd door Palmer. Vrije trap op een mooi punt. Daar Niels. Palmer die de overtreding maakt. Cocu kan het met links. Niels kan het en Jong kan het natuurlijk. En waar staat Eikenkamp? In de muur met Vink. Tien man van Leeds in het strafschopgebied. Op wippertje. Schot Jong. Prachtige goal. Willem Jong. Geweldig. Wat een mooi doelpunt. En zo in een minuut of vijf tijd
trekt PSV die wedstrijd helemaal naar zich toe. Wat mooi. Kijk, Luc Diels. Opwippertje. En als versteend staat de muur daar. En Jonk ramt hem in de hoek. Jan Mulder zou zeggen een sizzler. Diels. Jonk. Heer. ...40 minuten gespeeld. 1-3. PSV leidt zeer comfortabel tegen Leeds United. Kelly. Yeboah. Yeboah legt hem terug. De een na de ander krijgt kansen. Nu was het Cousins, als ik het goed heb. Ja, die nummer 12, die invaller. En die Cousins. Die daar meer mee had moeten doen. Ja, ik zit naar het PSV-vak te kijken. Die gaan werkelijk helemaal uit de bol. Hetgeen niet gezegd kan worden van de harde kern van Leeds. Misschien dat de stand er iets mee te maken heeft. René Eikelkamp legt hem terug op Niels. Niels in de richting van Vink. Lukic die circus-ex verricht. En daar de bank van Leeds met derde van links Wilkinson. Ja, die Wilkinson die kan als aanvaller nog Wallace erin zetten. Rodney Wallace. Maar ja, ze hebben kansen zat. Ze benutten ze gewoon niet. Daar. Tricky Dicky. Advocaat. Goede opening op Van der Weerde. Vink gaat weer de diepte in. Jonk biedt zich aan. Het is wel de kracht op dit moment van PSV dat er steeds wel iemand aanspeelbaar is. Op dat middenveld. Jonk speelt goed daar. Niels speelt uitstekend. En ook Vink. McAllister in de problemen. Nou, komt de bal met een gelukje bij Cousins. De rechterkant Whelan. Mooie paas buitenkant voet van Cousins. Daar is hij weer. De strikbeen. Vrije trap PSV. Ja, terecht. Linskens, Van der Weerde, Faber, Jonk, Linskens, Vink. Eikelkamp, Vink.
Dus al oude Cruijff-principes, zolang jij maar in balbezit bent, is de ander het niet. Niels. Linskens, Jong. Eikelkamp. Niels. Ah, is jammer. Goed gedaan van Wim Jong. Minuutje voor rust. Stand waar je natuurlijk voor tekent. 3-1 voorsprong voor PSV. Leuke wedstrijd. Ook omdat Leeds grote kansen heeft gehad. Dalton Palmer met links. Waterreus met de reactie. Enorme mogelijkheden waren er voor Leeds via Yeboah en Dean. Maar de aanval van PSV was dodelijk in de eerste helft. Eikelkamp, Vink en Jonk. En het tweede doelpunt van PSV was zeg maar 50-50, Vink Jonk. Volks net voor Yeboah. Cocu die de bal wegspeelt en dan is het rust. 1-3, Speed in de zesde minuut. Toen stond Leeds nog voor. 1-1 Eikelkamp, heel mooi doelpunt. Vink met een beetje mazzel 1-2. En het hele, hele fraaie doelpunt. Niels Jong in de 39e minuut heeft de tussenstand op 1-3 gebracht. We gaan rusten. Ik spreek u zo meteen weer terug naar Jur. En terug. U ziet het, de spelers zijn weer op het veld. Ik zie geen veranderingen bij beide ploegen. Bij PSV kan we dat ook wel voorstellen. 3-1 voor. En als u de eerste helft gemist heeft, nou, dan heeft u veel gemist, want het was leuk. PSV 3-1 voor dus. Tweede helft begonnen. En mijn Engelse collega van ITV. Die denkt dat het nog 3-3 wordt. Ik help het hem hopen. En nog even iets rechtzetten. Marciano Vink is inderdaad jarig. Hier krijgt hij een elleboogje in de nek van Tony Dorigo. En hij is geen 24, maar zelfs 25 geworden. En dan nog scoren ook. Op je verjaardag. Je zou bijna zeggen, je moet stoppen op je hoogtepunt. Maar het is niet te hopen. Niels, een van de betere mensen in de eerste helft. Net als Wim Jonk en René Eikelkamp. Hier is Vink. PSV heeft ook eerder de UEFA Cup gewonnen. In 1978. Toen was Kees Rijvers nog trainer. Tegen Bastia in die finale die over twee wedstrijden ging. 0-0 uit en 3-0 thuis gewonnen. Overtreding gezien door Lopez Nieto. Snel genomen, Wim Jong. Luc Niels. Het was Cocu trouwens die paaste. Het grootste succes van PSV was natuurlijk 88 onder Guus Hiddink. Wedstrijd tegen Benfica, finale Europa Cup 1. Na strafschoppen beslist, omdat het 0-0 was. Een erbarmelijke wedstrijd. En daarna nog wel een paar keer redelijk geweest. Champions League onder andere. Waarin Ernest Faber toen AC Milan met Marco van Basten. Ernest Faber speelde toen Marco van Basten uit de wedstrijd. Daar denkt hij nog met veel genoeg aan terug. En vorig jaar was het de eerste ronde Bayer Leverkusen. 5-4 in Leverkusen. Toen Ronaldo zijn visitekaartje afleverde door 3 doelpunten te maken. Maar thuis werd het slechts 0-0. Dus lagen ze er in de eerste ronde uit. En dit jaar eerste ronde MIPA. 47, 1-1 uit. En thuis 7-1. 4 keer Ronaldo, 2 keer Wim Jonk en 1 keer Hoekstra. Die er niet bij is omdat hij geschorst is. Nu man. Op Niels, dat is een goede bal. Eikelkamp loopt voorin.
Daar is Wim Jong, die komt door en Eikelkamp krijgt hem nog niet onder controle. En dat blijft nog eventjes zo. De eerste mogelijkheid was alweer voor PSV. Fink wordt afgetroefd. Dorigo. Yeboa, McAllister. Newman. Cousins. Dean. Het publiek laat zich horen. Er moet natuurlijk wel wat gebeuren voor de thuisploeg. Want om met 1-3, met een 3-1 nederlaag naar Eindhoven te moeten reizen. Met waarschijnlijk Ronaldo er nog bij. Zal moeilijk worden. Schot van ver. Te ver van John Pemberton. Leeds heeft twee keer de UEFA Cup gewonnen in 67-68, dat seizoen tegen Ferencváros, en in 68-69 tegen Juventus. Was het 2-2 in de eerste wedstrijd en 1-1 in de tweede wedstrijd en op een aantal uitgescoorde doelpunten van Leeds toen de UEFA Cup. Jong, die bal komt hier aan. Ben Newman die snel teruggaat naar zijn linksbackpositie. Dorigo. Yeboa helemaal vrij. Carlton Palmer, doelpunt. 2-3. Helemaal vrij. Carlton Palmer. Hij scoort het doelpunt. Dat de wedstrijd weer helemaal open maakt. Goeie actie hier van Yeboa. Ligt hem uitstekend voor die volkomen vrijstaande Palmer. Cocu is te laat. Die ramt hem genadeloos tegen de touwen. Goed gedaan van Tony Yeboah. Dean. Yeboah. Nou, dat was in 30 seconden bijna 3-3. De kaartjes waren hier nogal duur voor deze wedstrijd. Maar diegenen die een kaartje hebben gekocht, die hebben daar toch hun geld zeker al uit. 5 doelpunten in een minuut of 47. Daar nog een keer die actie van Yeboa. Carlton Palmer drukt de bal goed. 2-3. Linskens. Niels van de Weerde kan. Gebeurt niet. Linskens draait terug en levert in bij Palmer. En meteen veel geluid in het stadion. Dien sleept er een inworp via Ernest Faber uit. Vanaf 20 komt er wel. McAllister brengt hem terug. Palmer vanuit de tweede lijn over. Dorigo. Yeboa komt door. Goed gezien door Valks. De Palmer raakt de bal het laatst. En dus is het gewoon een af de bal.
is wel aardig. Recht onder mij zijn de spelersbanken. En bij Leeds staat iedereen. En bij PSV op Dik Advocaat na zit iedereen. Dus de rust is er nog altijd. Bij de lampjes. Norigo. Die mag veel komen. Jong. Heikelkamp. Cocu. Numan kan. Niels ook. Dus iets dichterbij. Luc Niels. 1-2 met Heikelkamp. En Lukic. Goeie bal op Jong. Jong probeert Vink te bereiken, maar die is iets te hard. Lukic kan hem simpeltjes oprapen. Vink, Jong niet. Niels wel. En nummer 5 staat Cocu. Dat is goed gezien, want het is geen buitenspel. Philippe Cocu. Heikelkamp is de enige mee voorin. Daar komt Niels aangelopen, maar Cocu doet het met rechts. En normaal gebruikt hij dat been alleen om op te staan. De ruimte was er weer voor Cocu. Schot zonder kracht. Dien komt op Jeboa. Falks. McAllister. Leek een beetje buitenspel van Wieland. Kijk eens, mooi gedaan. De Faber die zijn voeten maar eens tegenaan zet. Dat is maar goed ook. Vrije mogelijkheid om die bal voor te geven. De kopbal van Cousins. Maar juist aan die buitenkanten moet PSV er toch ietsje meer op zitten. Die opkomende mensen, die Becks, Kelly en Dorigo, krijgen nogal veel ruimte. En zeker met zo'n kopsterke formatie als Leeds heeft. Terwijl we hier het gezicht van Dik Advocaat zien. Met die kopsterke mensen is dat gevaarlijk als die zomaar een goede voorzet mogen gaan geven. Whelan. Daar is hij weer. De opkomende man Kelly. Nu met Numan. Voorzet. Ja, hij laat hem los waterreus. Maar Lopez Nieto heeft gefloten. Overtreding Brian Dean. Tussen is die bal genomen en niet goed. Maar Waterreus heeft hem alweer.
Eikelkamp. Overtreding van Faber. Handjes gebruikt. En dat mag niet. Het lijkt er een beetje op dat Leeds alles op alles is gaan zetten. Om maar te proberen terug te komen naar 3-3. Of misschien zelfs wel te winnen. Daarmee natuurlijk ook risico's achterin nemend. De vrije trap. Tony Dorigo staat klaar. McAllister belet de muur het uitzicht. Dorigo. Bal aangeraakt. Weggetrapt door Eikelkamp. Kelly. Diepe bal. Geen buitenspel. Van de Weerde blijft hangen. Dorigo. Hoekschop. Hoekschop is het gelijk. 3-3. Wetherall mee naar voren. Want die kan koppen. Moet die bal doorgekopt worden. Maar die wordt niet doorgekopt, maar overgekopt. En zo is het na 12 minuten spelen in de tweede helft. Leeds United 2. PSV uit Eindhoven 3. Helemaal vrij weer. Nu komt Cocu erop aangesneld. Schouderduwtje. Bal buiten. Inworp Leeds. Maar wel goed mee verdedigd. Voor Cocu. Dean. Ook zo'n frommelaar. Op Valks. En Jan Hensbal. Van Numan. Maar daar is natuurlijk geen sprake van. Voelt dat er meer in de lucht hangt. Er hangt echt zo'n spanning rond het veld. En die spanning is niet al te positief voor PSV. Leeds is gewoon veel sterker op dit moment. We houden steeds een mannetje over, lijkt het wel. Eigenlijk hetzelfde wat PSV in de eerste helft had. Ver inworp. Wetherall kopt. Whelan kreeg hem net niet te slof. Dorigo, McAllister. Linskens. Nielus, Jonk gaat naar voren. Eikelkamp staat er al. Cocu aan de buitenkant. Met ruimte. Veel ruimte. Nu opgevangen door Palmer. Daar loopt Eikelkamp. Eikelkamp. Ja. De eerste beweging was prachtig, maar die tweede was er nog één te veel. Terwijl bij PSV ook de bank is leeggestroomd. Net als bij Leeds en iedereen warm loopt. En met iedereen bedoel ik dan Romayon, Zende, Paalplats en Van der Doelen. Hier de overtreding van Cocu. Kelly trapt. U weet misschien nog wel dat hij omgekocht werd in Kiev. Met twee bondjassen en $1,030. Ongeveer de hele begroting van het land. Maar het is duidelijk niet het geval in Leeds. Want hij fluit absoluut niet tegen PSV.
Maar PSV moet nu wel gaan uitkijken. Faber, Linskens, het is gevaarlijk zo door het midden. Nu daar staat hij vrij, is ook heel boos op Linskens dat hij hem kreeg. Jong. Jong. Met de demarrage eventjes. Eikelkamp. Newman. Nee, Linske speelt niet goed. Dorigo. Goeie beweging Dorigo. Langs Vink. Ja. Hij heeft ook geen zelfvertrouwen Linskens. Laat die bal dan over aan de Jonk. Die geeft een goede bal. Komt terecht bij Eikelkamp. Eikelkamp schiet van ver. De armen van Pemberton. En Vink. Levert in bij Jonk. Eikelkamp weer. Steeds aanspeelbaar. Maar dit is te moeilijk voor Luc Nielis. Daar nog een keer die actie van Marciano Vink. Hij loopt hem inderdaad in de flank aan. Maar Lopez Nieto vond het niet erg genoeg. 65 minuten gespeeld. Positieve score natuurlijk nog altijd voor PSV. 3-2 voor dus. En McAllister mag een vrije trap gaan nemen. Of het wordt Tony Dorigo, een van de twee. Houdt op McAllister. McAllister net naast. Goed gezien door Waterreus. PSV trekt zich massaal terug. Dat was jammer dat de bal net niet bij Nielis komt. Dorigo. Faber. Yeboah. Het spel van Yeboah wordt niet gegeven. Ook de overtreding wordt niet gegeven. Balbezit blijft voor PSV. En René Eikelkamp ligt op de grond. Dat is toch 1,95 meter. Als dat in de rug getorpedeerd wordt, doet dat pijn.
de zijlijn wordt Marciano Vink ook licht behandeld. Onder in de knie, daar is het. En René Eikelkamp ligt nu op een brancard. Het ziet er niet heel goed uit. Maar ik verwacht dat een aardige man, dat is het, zo wel weer terug zal komen. Nu moet Waterreus van de speer terug. En aan de zijkant staat Eikelkamp alweer klaar om in te vallen. Terug te komen. McAllister. Yeboah. En de weggelopende Palmer. Whelan krijgt hem niet. PSV verdedigt uit. Maar er zijn zo weinig mogelijkheden. Om een van die vloeiende aanvallen die we in de eerste helft hebben gezien op te gaan zetten. Kijk maar. Dorigo. Het paalplat maakt zich onder mij warm. Onder de tribune waar ik zit. Warm om in te gaan vallen. Cocu. Linskens. Die zullen uitgaan, Linskens of Vink. Jong. Ik denk dat Vink eruit gaat. Want hij geeft ook aan dat hij gewisseld wil worden. Die is op. Uitkijken geblazen, folks. Nou, gaan we dan nu de wissel al krijgen? Nee, nog niet. Nog even de hoekschop. Afwachten van McAllister. Weggeramd door Numan. Kijk, alles blijft achterin hangen van PSV. En dan gaan we nu de wissel krijgen. Marciano Vink. Twee keer ingevallen in de competitie tegen Twente en tegen Volendam. Eén keer tegen MIPA in de eerste ronde van de UEFA Cup. En nu dus vanaf het begin in de basis. Eén keer gescoord en mag zijn verjaardagspartijtje vervroegd gaan vieren. Want Lodewijk Paalplat komt hem vervangen. Nog wel boos naar wat gaaiers in het publiek die weer rare dingen riepen. Maar is de wijste. Kelly. Yeboah. Yeboah. Die Kelly die loopt er maar vooraan, die rechtsback. Net als Dorigo aan de andere kant. Hier is hij weer, Kelly. Zomaar een voorzet geven. Waterreus met één vuist. McAllister. McAllister, doelpunt! Waterreus glijdt weg. Ik zei het al, vanaf die zijkant, die hoge ballen voor de pot, mogen ze maar gooien. Het is 3-3. Gary McAllister. Hier krijgt hij de bal. Waterreus is op weg terug naar zijn doel. Werd onderweg nog even aangeraakt. McAllister prikt hem in de andere hoek. Het is 3-3.
paalplaats. Het eerste de bal. Ik moet helaas zeggen dat het natuurlijk voorkomen verdiend is. Omdat PSV zich veel te ver terug liet zakken. En misschien ook wel niet anders kon. Omdat Leeds alles op alles ging zetten. Cocu. Ja, de foutjes beginnen zich nu een beetje aan een te rijgen. Nou, Paalplaats moet heel hard lopen om die bal binnen te houden. Dat lukt hem. Van der Weerde wordt hard aangepakt en krijgt terecht die vrije trap mee. Overtreding van Brian Dean. Voor die vrije trap heb je van die mensen die uit alle mogelijke standen raak kunnen schieten. Ik denk dat het toch een klusje voor Cocu wordt. Met zijn linkerbeen. Yeboah die nog een beetje vervelend loopt te doen daar. Lukic en Yeboah zetten beide de muur neer. Gaatje in de muur. Hij wordt opzij gelegd en daar komt Nilles. Die ramt hem op een uitkomende man, in dit geval David Wetherall. Paalplaats. Nilles laat hem voor Jong. Wim Jong. De laatste keer dat hij in Engeland speelde met zijn ploeg Inter Milaan ging ze onderuit bij Aston Villa. Vorig jaar na penalties. En ook René Eikelkamp had vorig jaar weinig goede herinneringen aan Engelse ploegen. Want toen hij nog bij Club Brugge zat, werden ze uitgeschakeld door Chelsea. Ook in Engeland. Jong. Cocu. Buitenkant loopt Eikelkamp, is nu aangespeeld. Nilles voorin, Paalplaats voorin. Eikelkamp. Luc Nilles. Ja! Het scheelt het, Philip Cocu. Mooie actie, eerst van René Eikelkamp. Daarna van Luc Nilles. Het tikje van Cocu was heel goed, maar Lukic redt Leeds. Eerste hoekschop in de tweede helft van PSV. Jong kreeg hem niet goed op de bekende slof. Even overleg met Tony Dorigo die licht geraakt was. Is ook een tijdje geblesseerd geweest. Hij speelde afgelopen zaterdag. Voor het eerst is een tijdje weer mee tegen Arsenal. Jong in de diepte. Ik denk een hoekschop, ja. Pemberton wilde graag een achterbal hebben. Ik kan me voorstellen als je van Leeds bent. Ja, we gaan toch een wissel krijgen. Dorigo gaat eruit. En Paul Beasley komt erin. De man die het oudejaarsavond 1965 geboren werd in Australië, Tony Dorigo, heeft een goede wedstrijd gespeeld, maar is gewoon op. Last van oude blessure en Paul Beasley komt hem vervangen. Hoekschop is genomen.
niet goed, want Eikelkamp kan er niet bij. Niels. Ja, dat zijn van die linkerballetjes. Waar Palmer niets anders mee kon doen dan achterspelen. Valks mee naar voren. Alles mist. Newman. En via het hoofd van die nieuwe man Paul Beasley. Zevende corner in deze wedstrijd voor PSV. En Newman weet dat hij heel dichtbij was. Want hij zat er goed op. Niels gaat hem nemen. Bij de eerste paal staat Eikelkamp. Maar daar komt de bal helemaal niet terecht. Newman. Terug op Niels. Ja. En Leeds gaat nog maar een keer wisselen. De laatste wissel gaan ze verbruiken. Hier staat Rodney Wallace. Hij gaat erin komen voor Noel Whelan. Die ook applaus krijgt. En applaus teruggeeft. Ook hij heeft zijn werk goed gedaan. De 20-jarige jongen uit Leeds. Een echte jongen van een paar honderd meter hier vandaan. 81ste minuut. Nog 9 minuten te gaan. 3-3. Die spectaculaire wedstrijd tussen Leeds en PSV. Met een iets wat minder gelukkig eerste balcontact. Verder geen problemen voor Leeds. Klinskens. Jong Klinskens. Nee, dat kan niet. Dan staat die Beasley. Dat kon wel. Het Valks was iets te laat. Yeboah. McAllister. En Luc Niels blijft geblesseerd achter. Terwijl de aanval verder gaat. En McAllister opgevangen werd door Paalplat. Dat levert een vrije trap op. Niels zit weer half. Voelt nog aan het scheenbeen. Net boven de enkel. Maar loopt weer. Terwijl Waterreus een klein muurtje gaat neerzetten. Ja, dat is te makkelijk. Laat Van der Weerde maar sprinten. Maar dan het schot. Mooie zoever
Zo'n halve meter boven het veld. En deze John Pemberton. Mooi schot is dat. Goed gestopt door Waterreus, want dat is niet makkelijk. Dalton Palmer. Erik zit de blubber. Kelly. Dean. Ja, die bal gaat er overheen en komt bij Eikelkamp terecht. En met die lange stelt gaat hij alle kanten op, maar hij wint het wel. Nou, het zijn mooie gevechten tussen Pemberton en Eikelkamp. En dat shirt dat heeft ook wel een goede kwaliteit. Jong richting Niels. Niels haalt doelpunt. Prachtig doelpunt. Luc Niels. En Dick Advocaat onderweg juichend het veld in. Dat zie je toch niet vaak bij die kleine man. Maar terecht. Wat een schitterende goal weer van Luc Niels. Op aangeven van Wim Jong. Robaan. En Dick Advocaat heeft ze weer hersteld. Neemt de oude vertrouwde houding in. Maar wat was hij blij. Kijk eens hoe mooi. Perfect op maat van Wim Jong. Luc Niels. Met die geweldige techniek van hem in de uiterste hoek. Lukic is kansloos en PSV leidt weer met 4-3. Nog 4 minuten. 4-3 voor PSV. Misschien hoort u in het stille stadion de spreekkoren van onze vrienden uit Brabant, de PSV-supporters. Ik zie natuurlijk de avond van hun leven hebben, want het is een prachtige wedstrijd. En 4 doelpunten voor PSV, 3 voor Leeds. Wat wil je nog meer? Niels weer. Wat een wedstrijd speelt die man. Net als Wim Jong. Absolute uitblinkers. Cocu. Jong. Van der Weerde. Niels. Je kunt veel zeggen, maar Dick Advocaat heeft er toch een goed team van gemaakt. Met karakter. En een van die karaktermensen bereikte de bal net niet. René Eikelkamp. Zo'n voetballer die dan op de bank moet zitten. Maar er is als hij er moet zijn. Net als Wim Jong. Zoveel kritiek te verduren gehad vorig jaar bij Inter. Niet meer gekozen voor het Nederlands elftal. Wat toch ook een klap moet zijn geweest. Maar tegen Feyenoord al een geweldige wedstrijd spelend. En ook vanavond weer. Gewoon laten zien dat je klasse hebt. Yeboah. Valk. Faber. Niels van der Weerde. Ja, het loopt weer. Dat is duidelijk.
Balletje komt er wel niet aan bij Linskens, maar die opbouw begint weer te lopen. Dat ik het idee heb dat Leeds een klein beetje het hoofd laat hangen. Lukic spoort zijn mannen aan. In die laatste paar minuten. Valks goed gedaan. Jong. Eikelkamp. Cocu. Cocu met de versnelling. Begint er ook lekker in te komen, Cocu bij PSV. Cocu 1-2'tje, Nielis, maak het maar zelf af. En dat doet hij. Luc Nielis scoort voor PSV. 3-5. En in 5 minuten tijd is dat verschil dat weggewerkt was naar rust. Er weer 2 doelpunten. En dat is zo belangrijk om mee te nemen naar Eindhoven. En wie anders dan Luc Nielis mocht en moest die goal maken. Mooie aanval, Cocu. Lucky Nielis. Begonnen bij Zonhoven ooit. Toen naar Winterslag, toen naar Anderlecht. En gelukkig speelt hij de Nederlandse competitie bij PSV. Dan gewoon nog voor je rechtervoet leggen. Niet met links nemen. Nee. Zekere voor het onzekere bijna nemen. Mooie stand, hè? 3-5. Een Europa Cup wedstrijd in de tweede ronde UEFA Cup. De officiële speeltijd is dus voorbij. Acht doelpunten. Dat had natuurlijk niemand van tevoren kunnen hopen. En misschien worden er wel 9. Want dit scheelt heel weinig. Of Yeboah had eindelijk weer eens gescoord, want dat is een tijdje geleden. Het kan niet lang meer duren. Lopez Nieto heeft al op zijn klokje gekeken. Sombere gezicht van Howard Wilkinson. Buitenspel. Het is natuurlijk prachtig 5-3 winnen, maar daarmee is het nog niet echt gezegd dat je al zeker in de volgende ronde zit. Want zo'n Engelse ploeg, je weet het maar nooit. Leeds won notabene in Monaco met 3-0 in de eerste ronde. Met 3 keer Yeboah. En dan vindt Lopez Nieto het genoeg. Dus de zekerheid is er nog zeker niet, maar wel een hele goede, leuke wedstrijd van PSV. Die met 1-0 achterkwamen door Gary Speed. Maar daarna was het Eikelkamp, Vink en Jonk die voor 1-3 bij rust zorgden. Leeds kwam goed terug via Palmer en McAllister. Maar daarna was het Luc Nielis die met 2 voltreppers 3-4 en 3-5 op het scorebord bracht. Sportieve wedstrijd, leuke wedstrijd. Dit is de absolute topper van vanavond, Luc Nielis.